Die wilt gewoon niet. Ik zweer je, die man is omgekocht. Yo, dames en heren, mijn naam is Don. Leuk dat je weer kijkt naar de nieuwe FIFA 16 Ultimate Team Road to Fraude. Dit is op het moment ons team. En wij hebben op het moment 1800 muntjes en blijkbaar één pakketje die wij mogen openen. En wij openen het pakketje en wat zit erin? Geef me iets moois. Dat is niet iets moois. Aangezien ik op zoek ben naar de ultieme fraudeurs, dan mag natuurlijk Florenzi niet missen. En Rüdiger natuurlijk ook niet. Dus dan ziet ons team er opeens zo uit, met dus een geschikte 95 teamgeest. Nou, dat kunnen we verhogen als wij dus 4-3-3 spelen in plaats van 4-3-2-1. Maar ik wil 4-3-2-1 gewoon eventjes uitproberen. En onze eerste tegenstander is Nico FC. En dit is een Bundesliga teampje hoor. Daar gaan we, klaar om kapot gemaakt te worden. Oh god, serieus, dan wacht ik zo lang en is het een stottergame. Oké. Tijd, dit is gewoon, de bloeddruk wordt gewoon automatisch weer verhoogd. Zo, wat? Oké, serieus, als dit gewoon nog voor, of tot 10 minuten in game blijft, dan stop ik gewoon. Ik wil eigenlijk gewoon nu al stoppen, dit is verschrikkelijk. Gewoon hoe? Hoe? Let the dogs out. Oké, fuck it, zodra ik de bal aanraak, ik stop ermee. Dit is, dan blijf ik maar lekker in divisie 10 hangen. Dit kan je gewoon niet menen. Dit kan je gewoon niet menen. Dat is, dan weet je gewoon onder mijn nagels te kruipen. En het bloed er gewoon met een rietje er van onder vandaan te zuigen. Oké, drie bars moet goed zijn. Tegenstander, bal op het dak. Griezmann, oh. Fuck. Ik verzoek aan de FIFA-goden gewoon geen lag. Kijk, hè. Moet ik, als ik dit gewoon elke keer als ik deze game opstart moet doen, dan raak ik toch wel enigszins gefrustreerd. Nou, laten we maar onze best gewoon doen. Naar beneden, ja. Probeer, loop door. Je wordt teringhard vastgehouden. Oké, daar gaan we. Die Natale die gaat. Fraude! Nou, joh. De fraudetikjes, ze kunnen niet meer. Ze zijn niet meer, ik had moeten stiffen. Oké, is er een koppende man aanwezig? Hopelijk in Rüdiger. Rüdiger is tering goed in koppen. Of hij het nu gewoon even geluk. Nee. Oh, dit wordt gevaarlijk. Ik heb hem niet. Wat? Ik had gewoon een man letterlijk voor hem. Oké, dan komt hij. Wat? Hoe? Man. Die Griezmann is echt een fraudeur. Dinatale, let's go. Paas hem naar binnen. Ja. Bonaventura. Dat had zo'n goal moeten zijn. Oh mijn godje. Oké, ja, daar zijn we langs. Waarom deed ik dit? En hij gaat er nog geen eens in. Mounier, je zegt gewoon. Hij wilt niet. Hij wilt gewoon niet scoren. Hij is gewoon omgekocht door elke tegenstander om gewoon niet te scoren. Maar ja, dat krijg je met een budgetfraude team, hè. Nu was eigenlijk de hoop dat we een beetje geld konden opbouwen door met een stabiel teampie. En dat we dus de echte fraudeurs kunnen kopen. Ik zie je, Mounier. Oh mijn godje. Pak hem. Naar. Ja. Daar. Ja. Mounier. Wat? Penalty? Dat is een penalty, hoor. Ik werd onderuit gehaald. Oké, Valké. Waar zullen we naartoe? Ik stel recht bovenin. Oh mijn god. Ik ga voortaan gewoon in een lage hoek. Hoog wordt altijd gepakt. Oké, we moeten laag over de grond. Want ik heb gewoon geen koppende mannen. Daar zijn we inmiddels achter. Achter die conclusie. Blazikowski. Nou, mooi schot. Probeer voor te krijgen. Ja, ik weet het. Geen koppende mannen. Nee. Die Rüdiger die bevalt me wel. Dat is een beetje een alleskunner. Ja. Oh god, die Natale, ja. Ik ga daar aan, Stiffy. Nee, joh. Man. Dat is een geeltje waardig. Kan iemand me knijpen, droom ik. Nou, hier. Eerste helft is voorbij. 10-6 op doel. En hij heeft gewoon 1-1. Het is gewoon niet gegund. Wat? Wat was dat voor sprong van die man? Ja, dat was een overtreding. Maar hij maakte echt een onmogelijke sprong. Alsof hij gewoon Messi was of zo. Rüdiger, ga in het doel staan. Geef geen ene fuck. Wat nou, eerlijk spel.
Gewoon, ik kan zeg maar niet uittrappen met mijn keeper. Het is gewoon onmogelijk. Ik heb geen enkele koppende man, behalve Rüdiger. Maar ja, die staat toch al achterin. Dus ik moet gewoon, vanaf de keeper moet ik al laag gaan pasen. En dat maakt het lastig om nu gewoon weg te komen. Kom op, kop hem weg. Weer zo gevaarlijk, man. Beuk die man. Haal hem weg, keeper. Kop hem niet als een sul. Mag ik ook nog van mijn eigen helft af? Ik zweer je, ik word hier zo narig van. Ik kom niet weg. Ik kom gewoon niet weg. Alles wat ik probeer. Oké, daar gaan we. Oké, wilt. Die Natale die wilt. Die Natale houdt opeens met lopen. Nou ja, dan wegactie en dan komt hij weer op mijn... Je had ook gewoon kunnen koppen hoor. Het is niet dat ik te laat op de knopje drukte. Scheids. Oh ja, nee, keeper. Ik geef het op. Ik geef het gewoon op. Ik heb zoveel kans op goal gehad. En het is gewoon, ze wilden er allemaal net niet in. Het is gewoon, mijn account is gesaboteerd. Scheids. Rot op. Waarom gaat die man nog steeds door? Griezmann, hou je bek. God damn it, ouwe. 2100 muntjes. Ik wil Carlos Tevez hebben. Dit is oneerlijk. Ik wil de fraudeur hebben. Dan gaan we tegen Bastion. Man heeft deels een Nederlandse league. Meh, moet hij zelf weten. Oké, tijd om geowned te worden. Hier, wap. En een... Oké. Ja, ik zie je. Mag niet pasen, scheids. Hallo? Is it me you're looking for? Dat geintje hebben we al zo vaak gemaakt. Ja. Oké, we zijn langs een speler naar binnen toe. En dan weer naar beneden. Dit was niet het beste. Waarom is Falke hier? Oké. Woe, oké, balrol. Hè? Leuk, zo'n balrol. Doe het vooral vaak. Tik hem gewoon door. Boop. En dan boop. En dan boop. Fucking dolfijn. Oké, afstand, bam. Woe, Blasikowski. Heerlijke man. Oh, die gaat voorgegeven worden. Nee, hij probeert gewoon zelf te gaan. Oh, ik liet mijn keeper even uitkomen. Dat was eventjes gevaarlijk. Oké, oh, die is prachtig. Mooi aangenomen ook. Tik hem. Oké, we zijn er. En dan, bam. Niet? Ja, oké. Waarom deed ik dat hoog? Omdat ik elke keer gewoon slechte ervaringen heb met laag. En dan kappen we hem weer. En dan kappen we hem weer. En dan rammen we hem. Wat zijn dit voor schoten, ouwe? Waar zijn de poeierballen gebleven? Er is geen kloot gebeurd in de eerste helft. Gewoon niks. Oké, daar zijn we dan. Mounier. Ik zie je tussendoor. Tik hem. Wat? Oké, hij verzaakt het weer hier. Schiet nou eens raak. Oh mijn god, man. Hier, ik heb de bal weer. Hij verzaakt het weer. Kom ik er nou eens doorheen? Falke, die... Ja, wat? Dit is zo oneerlijk. Hij fucking slijt gewoon dat ik sprong moet maken. Hele snelheid weg. Gewoon alles is weg. Gewoon, je hele huis is verdwenen. De hypotheek heeft alles opgesleurd. Oké, Falke. Hou hem gewoon binnen, alsjeblieft, zeg. Ja, tussendoor. Oh mijn god, Dinatale. Je bent zo moe. In dat open hoekje. Eindelijk een goal. Dinatale. Oh. Ik heb zo'n hekel aan mijn team. Ik heb zo'n poepteam. Er wordt gewoon niet mee gefraudeerd. Gewoon alles behalve fraude wordt ermee gepleegd. Oh god. Ik zeg je. Italianen kunnen echt niet koppen. Pizza bakken. Sure. Koppen. Weigering. Mounier. Mounier, gaat goed. Gaat goed. Die was er niet in. Oh my god, dat korte hoekje is meestal zo gevaarlijk. Oké. We hebben de bal weer. Daar gaan we. Weer. Mounier alweer. Gewoon, tik hem door. Nu. Dat viel niet te doen, maar ik liep me zo erg in de zeik daar. En de wedstrijd is voorbij. Hoe kan het? We hebben gewoon gewonnen. 600 muntjes in de pocket. Gewoon geef me zo'n mooi Griezmann pakketje. Zo'n klootzak Griezmann pakketje. Wie is dit? Lovren. Is gewoon niks. Oh!
Wat? Waarom krijg ik dan die Engelse knakker te zien als ik gewoon een fucking inform heb? Die is wat geld waard hoor. Minimaal 9000 tot maximaal 180.000. En ze vragen er maar rond de 10 voor. Oh god, volgende tegenstander by the way. Volledig Nederlands. Waarom heb ik echt het gevoel dat het echt zo'n YouTube team is? Straight money blowen, met de kale knakker. En we gaan dat YouTube teampje gewoon helemaal de grond in boren. In ieder geval, dat willen we. Uiteindelijk gaan we gewoon zelf stuk. Oké, Bonaventura, niet van afstand proberen. Alhoewel, het mag eigenlijk wel. Probeer maar, joh. Bam! Nou, joh. Bam! Nou, joh. Elk schot wordt gewoon tegengehouden. Het is weer zo'n dag. Oké, we hebben hier Mounier. Ja. 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 Ongelooflijk dit. Oké, Blazikowski. Jou kennen we nog wel. Jou kennen we zeker nog wel. Rap. Scheids. X. Ik heb hem dikke hand gemaakt. Narsing, rot op. Jij smerige, snelle slak. Zo'n glibberslakje met van zo'n slijmspoortje achter hem aan. Oké, okay. Ja, oh, dat is heel mooi. Naar boven, ja, dat is heel mooi. Dat is wat wij willen. Scheids, dikke rood op je moeder. Nou, oké, okay, niet op je moeder. Maar er mag gescholden worden. Dat is een rood kaartje. Oké, okay, ik zie je die net halen. Ik weet dat je wil. Je mag van mij. Ga! In het doel. Mooi gedaan. Heel mooi gedaan. Die Natale ren richting het cameraatje. It is your... Oké, okay, het is gewoon niet jouw dag. Oh, dat had ik niet hoeven doen. Dit daarentegen wel. Heel mooi gedaan. Heel mooi gedaan. Het is zo'n dag, denk ik. Mounier. Nee, ja. Het, zie je wat ik bedoel met het is zo'n dag? Het is gewoon zo'n fucking dag. Dat had gewoon een doelpunt moeten wezen. Maar wij hebben die verzakende Fransman Mounier daar staan. Die wil gewoon niet. Ik zweer je, die man is omgekocht. Die net halen. Vanaf hier. Via dat kontje. Gewoon niet. Nee. Oké, okay, mooi Florenzi. Mooi, 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 mooi. 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 Hoe vaak moet ik nog mooi schreeuwen voordat hij erin gaat? Lelijk. 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 Hier, zelfs dan gaat hij er niet in. Smerig. Afgetaaid. Ik weet niet. Ik weet geen woorden meer. Hij gaat erin. Eerste helft voorbij. 11-7. Ja, dat is gewoon eenzijdig hoor. Oké, daar staan we. Ineens. Hoppa. Mooi sprongetje. Die sprongetje maakte ik net nooit joh. Nu heb ik zoveel afspeelmogelijkheden. En wat zal ik eens doen? Ik ga het hier naartoe doen. En dan verzaak ik het door dit te doen. Tada! Rüdiger, laat gewoon weer eens van je merken. Kijk, dat is er één. Rüdiger, succesvolle fraudeur. Die behouden wij. Oké, okay, daar gaan we, Valké. Ik heb geen idee wat hij met zijn verdediging doet. Maar, low. Paas helemaal naar beneden. En tikken. Mounier, ja, als je deze zou missen, dan zou het zo overduidelijk zijn geweest dat je omgekocht werd. Dus dit is er gewoon één. Oké, okay, we zijn langs het lijntje. Wow, het is Bonaventura. Waarom is dat Bonaventura? Geen enkel probleem. We gaan het doen. Tering. Waarom lukte dat altijd in het begin van FIFA 16 wel? Nu gewoon nooit. Oké, okay, vanaf hier. Fuck it. What? Die ging echt nog fucking goed. Rüdiger, now it's all you baby. 1 tegen 3 zo'n beetje. Hoppa, mooi zo. En dat was het potje. 3-0. Met uiteindelijk 636 muntjes. En wij hebben blijkbaar onze inform knakker verkocht. Dus wij hebben 13.000 muntjes. Kijk, dit is een goud pakketje met poep. En zo hebben wij nu 14.910 muntjes. Laat vooral een suggestie achter welke speler nu in dit fraudeteampje zou kunnen komen. Die dus ongeveer dat kost. Dan zie ik graag jullie reacties tegemoet. Vond je het geinig video? Beloon dan met een duimpje omhoog. En dan zie ik je graag terug bij de volgende FIFA 16. Doei doei!